Toyota heeft de CHR een flinke facelift gegeven en met die gelegenheid meteen een nieuwe aandrijflijn erbij, een krachtigere. Bovendien, van buitenaf komt ook een nieuwtje erbij, want Mazda heeft de CX-30, een belangrijke concurrent voor deze auto, die ook nog eens een keertje is voorzien van die nieuwe Skyactiv-X technologie. Dat is natuurlijk een prachtig duo om tegen elkaar te zetten. Het is de laatste jaren natuurlijk een enorm gekhuis rond de compacte crossovers en dat snapt bij Mazda ook. Dus nou, ze hadden een CX-3, ze hebben een CX-5 en er zat nog een gaatje tussen. Je zou zeggen, daar hebben we dan de CX-4. Maar ja, de naam CX-4 is al vergeven, weliswaar voor een auto die in China rondrijdt. Maar ja, daar in de bureaus van in Hiroshima gaan ze toch verwarring krijgen. Dus moest een andere naam hebben, het CX-30, oftewel deze auto. En hij past niet alleen qua segment mooi tussen die CX-3 en die CX-5 in, ook qua design. Want waar die CX-3 een wat grappige, speelse, wulpse auto is, heeft deze dat ook, maar toch ook wat volwassener en groter ogend. Maar weer niet dat wat gewone en saaie en praktisch wat een CX-5 heeft. Dus gewoon een mooie stap, een mooie spagaat tussen die twee modellen in. Ondertussen wel heel herkenbaar dat Mazda Front, die enorme gapende muil met daar aan de weerskanten dan die scherp getekende koplamp met een soort hoge wenkbrauw eroverheen. Het ziet er agressief uit. Het zal menigeen mooi vinden. Ik vind het in ieder geval erg mooi. En van binnen, het is, Mazda doet dat heel goed de afgelopen jaren. Dit interieur, dit dashboard komt zo uit de Mazda 3 en dat kun je alleen maar heel goed vinden. Want het is heel overzichtelijk, strak, ergonomisch. Alles zit precies waar je het zoekt. En vooral, het is zo mooi. De afwerking is mooi. De materialen zijn mooi. Dit zit echt ver boven het gemiddelde in dit segment. Verder qua interieurruimte is hij heel behoorlijk. Je hebt een kofferruimte van 430 liter. Achterin heb je aardig wat ruimte. Je zit gewoon lekker in die auto. Het infotainment-systeem zit hier vrij ver en diep voor op het dashboard. Maar dat is niet zo erg, want het is toch geen touchscreen. Ja, dat bestaat nog tegenwoordig. Je bedient het allemaal via deze knoppen hier op de middenconsole. En eigenlijk vind ik dat veel prettiger werken dan een touchscreen, want je hebt veel meer stabiliteit. Het is jammer alleen dat er maar 2 USB-aansluitingen voorin zitten. Achterin heb je helemaal niks. Dus ja, de kinderen moeten maar zien hoe ze hun tijd doorkomen. En dan het rijden. Het jammere is dat deze auto op winterbanden staat. Dat maakt hem wat minder direct en wat minder lekker om te sturen, wat minder sportief. Maar we hebben eerder gereden met een Skyactiv G met gewone banden en daar bleek wel uit dat die CX-30 aardig in de buurt komt van de concurrent in deze test. En dat is alleen maar een compliment, want zo'n Toyota CHR rijdt ontzettend goed. Deze aandrijflijn is er één met een automaat en ja, die automaten van Mazda, oké, het kan beter. Ik zou met handbak kiezen hoor. Voor de rest die Skyactiv X deze. Wat opvalt vooral is dat hij erg laat opschakelt. Hij wil blijkbaar erg veel toeren hebben. Dat maakt hem dan wat rumoerig. Je denkt dat hij in sportstand staat, maar hij staat dan in normaal. Overigens is hij voor de rest wel voor een auto als deze krachtig genoeg. Hij pakt lekker op. Dat is prima te doen. Toyota is een merk wat doorgaans niet uitblinkt in spannend design. En des te verrassender was de CHR toen hij een jaar of 3 geleden op de markt komt. Want je kunt een hoop van deze auto vinden, maar saai is hij zeker niet. Ik vind het in elk geval erg mooi met die koplampen die bijna tot de A-stijlen aan de zijkant doorlopen. Met die daklijn die je van bovenaf die niet doorloopt naar de bovenkant van de C-stijl, maar naar de achterlichten. Waardoor het echt een beetje coupé-achtige auto wordt. Die wielkassen die uitgeklopt zijn bijna als een Audi RS. Het is echt een statement deze auto. En als extra leuk detail natuurlijk die handgrepen die in die C-stijlen verwerkt zijn. Het is misschien niet praktisch, maar het ziet er zeer goed uit. En ook van binnen is het erg leuk en apart opgebouwd. Het is prima kwalitatief. Het is niet een beetje gemiddeld voor dit segment of zo. Maar het is wel een beetje onlogisch opgebouwd af en toe. En qua ruimte als je achterin gaat zitten, het is al tamelijk krap. Maar door die kleine lage ruitjes wordt het nog veel krapper en een beetje claustrofobisch bijna. Dat is minder geslaagd. Dat is dan weer de tol die betaalt voor zo'n leuk design.
Heb er een mooi groot scherm op midden staan, waarvan het echt het praktische scherm dan wat kleiner is. Het is wel het nieuwe systeem van Toyota. We zagen het eerder op andere Toyotas, nu ook op de CHR. Het grote voordeel, het grote pluspunt ten opzichte van de voorganger. Hij heeft nu ook Android en Apple CarPlay. Maar ook hier is het niet heel ruim bemeten met aansluitmogelijkheden. Want hier heb je zelfs maar één USB en één 12 volt aansluiting. En ook hier op de achterbank helemaal niets. Ik zei het net al, dit is een nieuwe aandrijflijn voor de CHR. Dit is de krachtige 2 liter hybrid met 184 pk. En dat is echt een fijne wagen hoor. Ik heb hem gemeten op exact de fabrieksopgave 8,2 seconden van 0 naar 100. En dat op vochtig wegdek. Dus gewoon een hele goede aandrijflijn. Met die continu variabele transmissie die erg goed doorontwikkeld is. Ik ben er nooit een fan van geweest, maar toegegeven, zoals hij nu doorontwikkeld is, komt hij echt op het niveau van een goede, gewone automaat. En weer naar tussensprints en kracht en zo. Hij is erg goed bij de les. Het is een fijne auto en dat in combinatie met de besturing. Een CHR is misschien wel de fijnst sturende, gewone Toyota die er de laatste jaren geweest is. Dus ja, hij is mooi sportief. Hij is heel direct. Je voelt precies wat je doet en toch word je nooit vermoeiend. En dat maakt het een erg fijne auto om in te rijden. Ja, en dan het moeilijkste moment, een keuze maken. Ze maken geen slechte auto's meer, dat is een ontzettend cliché, maar het is wel waar. Hier staan twee prachtige, goede, echt fijne auto's. En toch moet ik kiezen, ja, wat wordt het dan? Nou, kijken we naar het pure praktische gebruik, naar interieurruimte. Dan moet je de Mazda hebben. Hij heeft ontzettend veel meer kofferruimte, hij heeft veel meer ruimte op de achterbank. En ook het interieur voor is... Terwijl dit hartstikke goed in die Toyota hoor, maar hier is het wat mooier, overzichtelijker en meer premium gebouwd. Dus wat dat betreft, pak vooral die Mazda. Maar we hebben zoiets als rij-eigenschappen. En dan is het heel leuk lastig om een keuze te maken, want deze staat op winterbanden en dat maakt hem niet beter op de weg. Hij heeft dat niet. Die Toyota CHR is denk ik al een van de best rijdende gewone Toyota's van de laatste jaren. Dus hij staat heel hoog. Maar die Mazda hadden wij eerder met een Skyactiv G motor. En toen zeiden we al, die komt aardig in de buurt van die CHR. En dan ja, is het moeilijk om dan op dat moment de keuze te maken met twee heel verschillende soorten banden. Kijken we naar de aandrijflijn dan weer. Ze schelen maar 4 pk. Maar hij is veel sneller. Op papier gaat hij in 8,2 seconden van 0 naar 100 en hij in 8,8. In de praktijk is dat 10,5 seconden nu. Maar daar heb je dus weer die winterbanden zitten. Kijk je dan naar de tussensprintjes, waarbij bij deze vermogens winterbanden niet zo gek veel uitmaken. Dan zul je zien dat deze nog steeds een stuk sneller is. Van 80 tot 120, zelfs ruim 2 seconden voor deze. Dus hij is aanzienlijk rapper. En dan de automaat. We kennen deze automaat van Mazda als niet de een meest verfijnde in zijn klasse. Hij is wat traag in het overschakelen. Ja, overschakelen doet deze niet eens, want deze heeft natuurlijk die variabele transmissie. Ja, en dat maakt in totaliteit deze, zeker met die krachtige elektromotor, want deze heeft alleen maar een mild hybrid motortje, gewoon de fijnere aandrijflijn. Dus, meer ruimte. Wat betreft de rij-eigenschappen zou ik zeggen, Kiet, die heeft de fijnere aandrijflijn. En dan zou je zeggen, wat wordt het dan? Dat is aan jou. Maar voor de precieze uitslag moet je onze test lezen. Want daar komen ook de verbruikcijfers in naar voren. Die heb ik nu niet, we zitten midden in de test. En voor de test, op papier, heb ik er nog twee auto's bij gehaald. Daarachter op de achtergrond zie je een prachtige Kia Exceed. En we hebben er nog een Nissan Qashqai bij gehaald. Het kan dus nog alle kanten uit.